Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muiters kreeg vanmorgen in de commissie een pak vragen over de industriezone van Westerode. Een paar weken geleden vernietigde de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het nieuwe bedrijventerrein van 80 hectare langs de A12. Parlementsleden Erik van Rompuy, Else de Wachter en Irina de Knop wilden weten wat de tegenzet is van de Vlaamse regering om het dossier waar al meer dan 10 miljoen euro in geïnvesteerd is voor de zoveelste keer uit het slop te halen. Ik kan u bevestigen dat de Vlaamse regering effectief nog altijd achter het bedrijventerrein in Meissen-Westerode staat. In de lopende herziening van het RSV, en dat is ook jullie vraag, hebben wij nu Meissen-Westerode effectief geselecteerd als bijzonder economisch knooppunt. In principe zal de Vlaamse regering die herziening definitief vaststellen dit jaar in december. De Vlaamse regering gaat dus in op de vraag om van Westerode een bijzonder economisch knooppunt te maken. Op die manier moet in principe de weg opnieuw open liggen voor de realisatie van het bedrijventerrein. Er zal nu een wijziging gebeuren in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, waardoor het een specifiek economisch knooppunt wordt, waardoor we opnieuw dat gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen opmaken. Dat is een begin, daar moeten we nu mee beginnen na de vernietiging van de Raad van State. Dus dat is wel belangrijk, maar het is heel cruciaal dat de mensen in de regio ook weten dat dit dossier niet losgelaten wordt. Het zal zeker nog 2 jaar duren eer dat het terrein echt ontwikkeld wordt, dus laat staan eer dat men daar echt kan investeren. Maar de potentialiteit van dat terrein is zo hoog dat ik denk dat het economisch zeker in de toekomst rendabel zal zijn. Dus we hebben er alle belang bij om zo snel mogelijk vooruit te gaan in dit dossier. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de ontwikkeling van onze regio op economisch vlak.